Soms moet je gewoon bij nul beginnen, zelfs bij lineaire verbanden. Ik heb hier een tabel bij de formule y is 7x. In de tabel kun je zien dat als de waarde van x twee keer zo groot wordt, de waarde van y ook twee keer zo groot wordt. Of als je de waarde van x vijf keer zo groot maakt, de waarde van y ook vijf keer zo groot wordt. Als dit het geval is, noem je de variabelen x en y recht evenredig. De tabel bij een recht evenredige formule is altijd een verhoudingstabel. Dit houdt in dat als je de ene variabele een aantal keer groter maakt, ook de andere variabele hetzelfde aantal keer groter wordt. Bij een formule bijvoorbeeld als y is 4x plus 9 is dat niet zo, omdat je het startgetal 9 hebt wat niet verdubbeld kan worden. Als je een grafiek tekent bij een recht evenredig verband, dan is dat altijd een rechte lijn die door de oorsprong gaat. De oorsprong is het punt 0,0. Dit komt natuurlijk omdat als je bij een recht evenredig verband 0 invult voor de formule, er ook 0 als uitkomst uitkomt. Met de standaardformule y is ax plus b in het achterhoofd geldt voor een recht evenredig verband dat het startgetal altijd 0 is. De grafiek gaat immers door het punt 0,0. Je zou dan dus kunnen zeggen dat bij een recht evenredig verband de standaardformule y is ax plus 0 moet horen. Maar aangezien plus 0 niks is, kun je dat gewoon weglaten. Een recht evenredig verband is dus een lineair verband, maar dan met een stukje extra. Een stukje minder natuurlijk. We hopen dat je de volgende video er ook weer bij bent. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En natuurlijk graag tot de volgende keer.